iedereen, welkom bij een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. Als jullie nog niet geabonneerd zijn, nu even stoppen en eerst abonneren. Dat zou mij heel gelukkig maken. waar moet ik beginnen? Ik heb mijn kamer en dressing een serieuze makeover gegeven. Ik heb het proces niet gefilmd of ik heb de voor ook niet gefilmd, maar ik zal telkens foto's inladen. Maar eerst wil ik eventjes uitleggen waarom ik dit heb gedaan. Omdat jullie weten dat ik nog samen woon met Geert. Ons huis is nog steeds niet verkocht. Allee ja, nog steeds. Het staat 2 maanden denk ik te koop. Wij wonen samen. We delen de keuken, de living, de badkamer. En dan hebben we wel elk apart onze kamers. Maar de feestperiode en zo komt eraan. En ik wil toch gezellig iets van mezelf hebben. En ergens gezellig kunnen zitten. Geert en ik hebben geen ruzie of zo. Maar het is best heel awkward en vervelend om met een ex samen te wonen. Het is geen ideale situatie. Het is verre van fijn. En daarom dacht ik, waarom maak ik niet mijn eigen stekje boven? Zo goed als alle meubels in het huis zijn van mij. Dus heb ik nog een heel deel onder laten staan. Zodat Geert onder in de living nog tv kan kijken en al. En dat ik boven kan zijn. Maar ik ga jullie nu een rondleiding geven. Oké, dit is als jullie binnenkomen. Hier is de deur die zo naar die gang gaat. En daar is de living onder. Zoals je ziet heb ik het grootste deel van de zetel ondergelaten. Sorry, de tv staat op. Want ik heb nog geen tv boven. Die komt pas, dat is pas morgen. Dus hier kom je binnen. Hier was eerst heel mijn dressing. Ik zal een foto hier invoegen. En dus zoals jullie zien is het helemaal veranderd. Ik heb hier mijn mand met tekentjes. Hier ga ik een computerschermpje opzetten, zodat ik een beetje een tv heb. En die aansluit op mijn laptop, dan kan ik iets kijken. Ik heb een klein stukje van de zetel hier gezet. Daar heb ik nog mijn schminktafel slash bureau. En hier is nog mijn schoenenkast, die kon ik niet helemaal weer verplaatsen. Dus die heb ik hier laten staan. Dan heb ik daar een tafeltje, kattenmand en een plant. Het is redelijk leeg, maar ja. Dan heb ik hier mijn slaapkamer. Ik zal ook een foto invoegen nu van mijn slaapkamer. En dit is dus mijn slaapkamer nu. Ik heb het bed anders gezet. Dan heb ik hier de ladekasten, een stoel en een verwarmingsje eronder, omdat de chauffages hierboven niet zijn aangesloten, dat ik het toch wat warm heb als ik hier zit. Hier zijn mijn ondergoed, lades en zo. En dan aan deze kant heb ik ook nog een klein kastje, mijn dressing gown. Nee, niet dressing gown. Gown, hoe noemt dat? Ja, een pop. Een soort ijzeren pop. En hier is een spiegel. Jee. En dan hier was niks meer. En hier heb ik nu de dressing gemaakt. Maar het is heel rommelig. Ik heb dat er gewoon maar even allemaal een beetje een soort van ingegooid. Omdat ik normaal gezien binnenkort toch ga verhuizen. Dus geen zin had om helemaal in orde te brengen. Dus dat is zo'n beetje wat dat ik hier heb veranderd. Het is gewoon fijn om een beetje op mijn gemak hier te kunnen zijn. En niet heel de tijd geconfronteerd te moeten worden met het verleden. En hier kan ik dan ook een beetje mij rustig terugtrekken en op mezelf zijn. Dus dat vind ik wel fijn. Dus ik heb wel het korte stukje van de zetel genomen. Maar ik ben toch alleen, dus ik kan zo liggen. Maar ik wou dat lichtstuk, maar dat kreeg ik niet naar boven. Dus ik dacht, dat laat ik maar onder staan. Dan kan Geert daar nog op liggen. Ik weet niet wat ik nog meer moet zeggen. Als het dan kerstmis is, want kerstmis ga ik sowieso nog in het huis zitten.
Wat ik heel erg vind, want ik hou heel veel van kerstmis. En ik vind het heel erg om dat hier te moeten doorbrengen waar ik helemaal niet wil zijn. Ik heb niemand in Bilze, niet meer. Ja, ik ben er hier verhuisd voor Geert toen. Dus ik voel me hier best heel eenzaam. Maar ja, oké. Het zal moeten. Ik kan natuurlijk ook wel bij mijn ouders gaan wonen terug. Maar daar breng ik al heel veel tijd door. En ik vind het ook wel eens fijn om eens even alleen te zijn. Dus voor als ik niet bij mijn ouders ben, kom ik naar hier. En ik ga het toch nog heel gezellig aankleden met kerstspulletjes en zo hierboven. Onder dan niet. Maar hierboven ga ik het voor mezelf wel gezellig maken, denk ik. Dus ja, oké. Ik weet niet wat ik nog ga doen in deze vlog. Ik ga me alleszins nu douchen, want ik ga nog weg zelfs. Alleen niet op stap, maar gewoon naar vrienden thuis. Oké, drie keer raden waar ik ben. Nice family! En we gaan... Nee, niet te Holland. Hoe mag dat niet? Jawel, we mogen één dag cheaten. Ja, oké, dit is onze cheat. Dit is onze cheatdag. En we eten frietjes! Frietjes! Frietjes, frietjes, frietjes! Wilka, Wilka! Frietjes! Frietjes? Ja, ja, dat is goed, dat is goed, hè? Zijn je ook blij dat we frietjes eten? Krijgt die ook iets? Als het al is. Ja. Oké, we hebben... Oh joh, is dit een kleine friet? Ja. Dat ziet er kei groot uit op het scherm. Dat is een kleine friet met zoete mayonaise. Mm-hmm. Welke heb jij op mayonaise? Gewone. Ja, gewone. We hebben alle drie hetzelfde. Een megamix, of een mini-mix noemt dat hier. Mm-hmm. En de allereerste keer dat ik dit ga eten, ik weet al niet meer hoe het noemt. Frikandel speciaal. Ja. Ah, of ja. Ja. Ja, dat, ik heb weet al ooit zo'n hamburger gegeten, maar nog nooit dat erbij. Gegeten. Ja. En Milka wel ook. Ja. Smakelijk! Smakelijk! Ik ben klaar om naar de MTV Awards te gaan. Dit is mijn outfit. Mijn hele outfit is van Pew Pew. Mijn schoenen alleen zijn van Guess. En ik neem deze handtas mee. Ook van Pew Pew. En ik zie mijn schouders ook helemaal van Pew Pew. De beste band in Engels gaat naar Louis Fonte. Volgen als jullie willen. En doe zeker thumbs up voor deze video en ik zie jullie volgende keer.